Vandaag ga ik op zoek naar de Iron Man Mythic Wapens. En daarmee moet ik proberen het potje zien te winnen. En hallo Iron Man. Heb jij voor mij meteen even die Mythics? Want dan loopt er een enemy. Hallo? Oh, ja? Oh, nee, ik heb niet genoeg geld. Hoe kan ik nou niet genoeg geld hebben om die Mythics te kopen? Dit is zo dom. Oh. Oké, kan ik dan de Mythics hieruit krijgen alsjeblieft? Ja, gratis Mythics. Dankjewel. En dan loopt er iemand. Hey, doe eens even heel gauw normaal. Ik weet ook niet hoe deze Mythics werken. Ik heb geen idee. Oké, ik kan dus deze dingetjes achter elkaar schieten. Dat is fijn. En verder, ik heb geen idee. Als jij nou gewoon wat centjes voor mij hebt, dat is 15. Kijk, zo kom ik er wel. Want hallo Iron Man, kom jij eens even hier. Wat verkoop jij? Jij verkoopt die handschoenen aan mij. Wat nou als ik jou gewoon kill? Ik ben namelijk de echte Iron Man. Dus laat me hem rust. Ik schiet gewoon een laser op je. Oh, moet ik wel raak schieten. Ik ga gewoon deze Iron Man killen, want vanaf nu ben ik de echte Iron Man. En wat geef je me dan? Oh, dan geef je me dit Stark pistool. Die hoef ik niet. Nee, ik mag alleen maar de Mythics gebruiken. En, oh, je bent er weer. Hallo. Oh, er is opeens weer een nieuwe Iron Man. En volgens mij landt hier iemand opeens heel laat, hè? Er is hier iemand binnen opeens. Hoe kan dat? Hallo, hallo. Waarom land jij zo laat? Oh, 90 hit en dood. Oké, mijn doel is dus eigenlijk om ook de andere Mythics te krijgen. Want volgens mij zijn er meer Iron Man Mythics, maar dat weet ik niet zeker. Want de update is net uit als ik dit potje speel. Oké, we nemen even wat minis, want ook Iron Man heeft gewoon even wat minis nodig. En ik ga even naar die schoten toe die ik daar hoor. Want ik wil natuurlijk wel kijken of ik dit potje 20 kills kan maken. Dat is wel heel veel, maar dat zou wel heel vet zijn. En kijk, daar loopt iemand. Hier, beam. Oh, mijn kill is net gestolen. Dit meen je niet. Eigenlijk heeft dit ding wat ik nu heb gewoon een soort van aimbot of zo. Het is echt bizar. Oh, en ga jij ook eens even dood? Doei. Kijk, dat zijn alweer 4 kills. En al dat geld moet ik even hebben. Want als ik ooit een keer wat moet kopen, moet ik natuurlijk wel geld hebben. Dus geef even hier al dat geld. Dank je wel. Oké, ik moet dus kijken naar van die capsules. Want op de map kunnen van die capsules... Ik word beschoten. Maar in ieder geval kunnen van die capsules landen. En daar kunnen dus ook mythics in zitten. Boom. Nou, hoe kan dat nou opeens zo scheef zijn? Daar snap ik dus echt helemaal niks van. En jij bent dood. Later. Oké, maar die capsules die landen dus pas later in de game. En waar, ik heb ook geen flauw idee. Volgens mij landen die capsules dus op zulke platformen die je hier ziet. En hier is zo'n platform. Dus ik denk dat ik gewoon naar dit platform hier toe ga. In de hoop dat daar dan straks zo'n capsule landt. En daar staat ook weer zo'n nieuwe Iron Man kist. En dan ga ik die openen. Hopelijk zit daar weer een andere Mythic in. Ik heb echt geen flauw idee. Ik wil kunnen vliegen, oké. Nu ben ik een Iron Man die niet kan vliegen. Dat is toch wel een beetje minder leuk. Verkoop jij dat niet aan mij? Waarom verkoop jij dat niet aan mij? Wat ben je voor neppe Iron Man? En Iron Man wordt even afgeleid, want ik hoor namelijk schoten achter me. En waar ik kills kan pakken, ga ik natuurlijk even wat kills pakken. Oh, er loopt opeens iemand achter me. Hier, beam op je hoofd. Maar dat hit maar 90, terwijl dit hit ook iets van 90 of 180. Ik heb geen idee. En loopt er nou nog iemand hier? Loopt hier gewoon nog iemand? Hallo. Hey, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zal geen ruzie zoeken met Iron Man, hè? Want ik schiet je gewoon naar de grond. Oké, ik weet dus ook niet of dat nou die enemies waren. Nee, er lopen hier nog meer enemies. Ik word weer beschoten. Hier, een beam. Boom. Op je hoofd. En dan maak ik het op deze manier af. Doei. Oké, ik ga er weer vandoor. Geef me even deze grote shield. Dankjewel. En ik heb gewoon al 8 kills. Kijk, dit is een lekker begin van het potje. Oh. Ik ga weer terug. Ik weet niet of jullie wat hoorden. Of jullie het zien in mijn beeld. Er is daar zojuist wat geland. En dat is dus precies wat ik net bedoelde. Kijk, zagen jullie het vliegen? Kijk dan, wat een gigantisch ding dit is. En ik ga het ook een ding noemen. Het lijkt wel een of ander ei of zo. Oké, ik denk dus dat ik hier wat kan, maar ik weet niet wat. Kan jij iets upgraden bij mij? Oh, ja, let's go. Dit is precies wat ik bedoel, alleen weet ik dus niet hoe het werkt. Oh, ik kan vliegen. Oh, dit ziet er zo vet uit. En dan kan ik nu ook schieten of niet? Oké, ik ben zo blij dat ik daar niet dood viel. Oké, we gaan vliegen. Ik weet niet waar ik allemaal heen ga, maar dit ding kan echt heel ver vliegen. En hoe lang kan ik ook vliegen? Ik heb geen idee. Wat ik wel weet, is dat ik op deze manier dus echt heel makkelijk enemies kan vinden. Want ik heb hier namelijk wat enemies gevonden. Kijk. En dan schiet ik hier zo die beam op jou. Boom! En dan maak ik het op deze manier af. Kijk, en hier loopt nog een enemy. Oh, dit is een NPC. Sorry, Dr. Doom NPC. Dit daarentegen is wel een echte enemy. Jij moet dood. Hallo, kom eens even hier. Oh, wegwezen. Zo, weer een kill erbij. En zit hier nou weer een NPC leuk tegen me troen? Hey, NPC, doe eens even normaal. Doe eens even normaal. Ik schiet een beam op je, hè? Niet doen, zei ik, toch? Oké, ik ga er weer vandoor vliegen. Alleen, hoe werkt dit? Kan ik hier nog wat anders mee? Kan ik ook tegelijkertijd schieten? Oh, nee, ik kan wel boosten of zo. Ik kan... Oh, kijk wat ik kan. Oh, dit is ook vet om te doen. Als ik op kruisje klik, ga ik omhoog.
Ik kan ook dodgen naar links en dodgen naar rechts. Oké, dit is echt heel vet. Met L2 doe ik dus een of andere beam. Oh, ik moet landen. Oh, ik weet niet dus of ik fall damage heb. Ik hoop het niet. Maar ik moet die beam gebruiken. Dit is zo vet. Kijk, hier doe ik weer een beam. Boom. Haha. En oh nee, ik kan nu niet schieten. Oh, ik kan wel schieten. Hé, ga jij eens even dood? Ga jij even dood? Zo, dankjewel. Oké, ik snap er even helemaal niks meer van die mythics. Ik heb dus twee verschillende dingen. Ik heb hier een uni beam of zo. En hier heb ik ook een uni beam. Maar dit is toch precies hetzelfde, hè? Nou, ik snap er helemaal niks van. Maar volgens mij kan ik met deze dus vliegen. En terwijl ik aan het vliegen ben, kan ik zo'n uni beam doen. Oké, dan moet ik even testen. Maar dan moet ik natuurlijk wel eerst even een enemy tegen zien te komen. Maar ik zie dus echt helemaal nergens een enemy. Ik hoor wel schoten. Oh, ik zie enemies. Oké, eens even kijken. Vanuit de lucht kan ik zo'n beam doen. Oh, dit is zo vet. Alleen schiet wel echt keihard mis. En als ik jou zo dit doe, hè, wat gebeurt er dan? Oh, dit is echt een van de vetste wapens die ik ooit in Fortnite heb gebruikt. Oké, ik heb zo'n idee dat ik de wapens op zich wel onder de knie heb. Nu is het gewoon tijd om zoveel mogelijk enemies te zoeken. Ik ga gewoon overal heen vliegen. Dan ga ik iedereen killen. En dan moet ik gewoon dit potje winnen met alleen maar Iron Man Mythics. Oké, we gaan er weer vandoor vliegen. Kijk dan hoe vet dit eruit ziet. Wat als ik vlieg en dan hier doorheen ga? Auw! Auw, moet ik het wel goed doen. Oké, wacht. Ik wil het even opnieuw proberen. Maar dan moet ik 15 seconden wachten. Het is net een beetje alsof Iron Man op de bus aan het wachten is. Oké, we kunnen weer. We gaan vliegen. Ik wil hier doorheen. Lukt dat? Wow! Oké, dan gebeurt er dus echt helemaal niks, hè? Oké, ik ga even een unibeam schieten, want daar zit iemand. En ik schiet mis. Oh. Waarom schiet ik nou weer mis? Hé, doe eens even normaal. Hé, niet op mij schieten. Ik ben Iron Man. Auw! 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 Ik word toch keihard gelaserd? Wie zit er zo op mij te laseren? Sowieso zit jij zo op mij te laseren. Of was het deze NPC? NPC, even normaal doen, want ik schiet een beam op je hoofd, hè? En jij ook. Even normaal doen, hè? Zo, op de grond liggen. Oeh, een kistje. Oh, dit mag ik trouwens helemaal niet gebruiken. Was ik even vergeten. Ik hoor hier weer schoten in de buurt, maar waar kwamen die vandaan? Weet je wat? Ik vlieg er wel gewoon naartoe. Kijk dan hoe vet dit eruit ziet. Oh, kijk, hier lopen enemies. En dan doe ik even zo'n unibeam. Boom. Oh, dit is zo gaaf. Ik kan ook gewoon stoppen en ik kan gewoon zweven. Dit is echt de vetste mythic ooit. Kijk, kan ik vanaf hier weer iemand even killen? Nee, ik kan wel damage doen. En dan ga ik naar mijn andere wapens. En dan kill ik je op deze manier. Die mythic wapens zijn zo vet. Het is echt niet normaal. Oké, en ik word weer beschoten. Vanaf waar word ik beschoten? Wie of wie durft er zomaar op Iron Man te schieten? Doe eens even normaal. Oh, kijk, daar beneden. Hier. Bim. Even normaal doen, hè jij. Zo, jij bent dood. En ik vlieg er weer vandoor. Doei. Op deze manier kan je gewoon echt zo makkelijk enemies vinden. Al vind ik nu alsnog helemaal niemand. Maar ik hoef in ieder geval niet een uur te lopen. Dus daar ben ik wel blij mee. Oh, en ik heb schoten gevonden. Dus we gaan er eventjes naartoe boosten. Want ze zijn namelijk hier in de buurt. Kijk dan hoe snel ik bij die enemies ben. En dan schiet ik op jou even een beampje. Boom! Nou, hoe kan die beam nou mis zijn? Nou, daar snap ik dus echt helemaal niks van, hè? En ik moet ook dichterbij. Pas als hij lokt, heb ik dus een soort van aimbot of zo. Kijk, die is dood. Daar ligt iemand op de groot. Die is dood. Hey. Hey. Doe jij eens even heel gauw normaal. Oh. Aimbot op je hoofd. Oh nee. Nee, ik ben overfit. Ah, laat me met rust. Oké, dan schiet ik wel een beam op je. Bim! Haha! Maar die andere, kijk, dan vlieg ik er gewoon naartoe. En dan doe ik dit. Ik ga hem rammen. Waar is hij? Kijk, daarboven. Hier, ik ga je gewoon rammen, vriend. Hoppa! En dood. Wegwezen. Oké, ik weet niet hoe het werkt. Ik ga je wel pickaxen. Ik ga... Oh, nee. Nee. Oké, dat was bijna mijn dood. Dat was niet heel erg slim om te doen. Daar kwam ik heel slim weg. Wow, deze heb ik even nodig. Dankjewel. Jut. En we gaan er weer vandoor vliegen. Joehoe. Eens even kijken of hier nog wat enemies zijn die ik kan killen. Kan ik hier trouwens doorheen vliegen? Dat wil ik even proberen. Bum. Oké, dat kan niet. Kijk hoe mijn Iron Man eruit ziet. Het lijkt alsof je aan het vliegen is terwijl je moet poepen. Oké, dit is wel raar. Oké, hier is een enemy. Ik schiet even een beampje op jou. Zo, 90 hit. En dan even slammen. Zo, jij moet even dood. Dat is één die dood is. En kom jij ook eens even hier. Oh, maar oh, mijn beam moet opladen. Ik wou een beam op je schieten, maar het lukt niet. Nou, dit wapen is echt zo goed. Ik blijf het zeggen. Het is echt niet normaal. En we vliegen er weer vandoor. Hoe vet zou het zijn als ik gewoon 30 kills kan halen? Oké, we gaan weer even boosten. Waar ga ik heen? Hier ergens in de buurt hoorde ik beschoten. Kijk, daar beneden. Let op, hè. Ik doe eerst gewoon mijn beam. Die ziet hij sowieso nooit aankomen. En dan doe ik een slam. Oh, boom.
Hoppakee. En dan schiet ik nog even nog een normaal kogeltje. En gewoon weer dood. Dit is echt bizar. 24 kills. Nog 9 enemies over. Je zou denken bij Reckless Railways zijn er wel wat enemies aanwezig. Het is hier namelijk zo groot, maar ik zie echt helemaal niemand. Het lijkt wel alsof iedereen gewoon oprecht bang is voor Iron Man. Oké, we gaan weer even boosten. Wat gebeurt er als ik trouwens heel hoog vlieg? En dat dan mijn accu op is. Oh, dan ontploft hij en dan val je naar beneden. Oké. Gelukkig heb je geen fall damage, anders was ik al 10 keer dood geweest. Oh, en ik zie daar weer een enemy. Oké, wacht. Ik ga hier even wachten. Totdat mijn schoenen zijn opgeladen. Kijk, dan vlieg ik er weer vandoor. Hoppa. En waar was die enemy nou? Die enemy liep hier. Nu is hij opeens weg. Hij heeft me sowieso horen beamen omhoog. Hé, waar is die enemy opeens? Oh, daar op de berg. Hé, even normaal doen. Oké, die was zo scheef. Dan doe ik het wel op deze manier. Hoppa. En dan naar mijn andere wapen switchen. En de kill afmaken. En daar beneden zijn ook nog een paar enemies. Die kan ik ook nog even killen op deze manier. Met mijn eenbot handschoenen. En dan doe ik nog even deze beam erbij. Beam! 90. En die is ook dood. En achter me meteen nog mijn enemies. Weet je wat? Ik vlieg er gewoon meteen naartoe. En mijn beam die kan ik volgens mij nu niet gebruiken. Nee, die kan ik niet gebruiken. Dan wordt dat maar slammen. Hoppa! Zo. En dan ben jij dood. Doei! Hier lopen weer twee enemies en dan jij ook even dood. Ik gebruikte per ongeluk mijn beam. Het was helemaal niet de bedoeling, maar het zag er wel cool uit. En dan maak ik jou ook nog even af. Kijk, en dan hebben we gewoon 29 kills. En dan hoef ik nog maar 1 kill te maken en dan heb ik 30 kills. En er zijn nog maar 2 enemies over. En volgens mij zijn die 2 enemies met elkaar aan het vechten. Dus ik ga er gewoon meteen heen vliegen. Oh, wat doe ik? Oh, ik dacht dat ik daar dood ging vallen. Ik annuleerde mijn vliegen of zo. Maar er is nog maar 1 enemy over en die loopt hier beneden. En die kill ik met mijn beam. Haha, dit is zo ziek. Yeah, let's go. En dit was de video. Klik even hier op om een andere video te zien. Tot weer zeker de BSN's. Gaan weg in 3, 2, 1...